20 maart is het zover, de statenverkiezingen. En dat is morgen om precies te zijn. En dit is de laatste kans voor de 10 kandidaten om met elkaar in debat te gaan. En de kiezer te overtuigen om ze naar hun partij te lokken. Dit is de laatste kans. Dit is Limburg Kiest. En dat doe ik niet alleen, want dit is natuurlijk een samenwerking tussen lokale omroepen. Inigo staat al klaar. En Peggy heeft ook iemand bij zich. Ik begrijp dat u niet zwevend bent. Nee, ik heb een hele duidelijke keus. En zeker na dit debat, nou ik Malet gehoord heb, ja, dan weet ik wel dat ik PvdA stem. Oh, dat is wel heel erg duidelijk, zeg. Toen ik u zag, dacht ik al, dat is een vrouw met een mening, maar dat had ik goed. Dat is in de roos. Nou, we hebben hier andere mensen van andere partijen zitten die er alles aan zullen doen om die mening te gaan veranderen. Welke stelling hoopt u nou dat er nog voorbij gaat komen? Ja, over de kunst en cultuur is nog heel weinig gezegd. En we hebben natuurlijk in Limburg het prachtige Huis voor de Kunsten, wat heel veel activiteiten doet. Maar plaatselijk zou er toch nog wel iets meer kunnen. Ook hebben we in Venrijk Cultura, waar ik natuurlijk heel blij mee ben, maar nog niet genoeg. We hadden het kunnen afspreken dit, hoor, maar dat is niet gebeurd. Ik ben heel benieuwd of die stelling vandaag ook voorbij komt. Ja, en we hebben er deze uitzending vier. Vier keer gaat Inigo één op één, om even in mijn beste Limburgs uit te leggen. En dit keer is dat met, volgens mij, Tim van Dijk van GroenLinks. Inderdaad, Tim van Dijk van GroenLinks. Van harte welkom. Dank je wel. In 2015 daagde u in Brabant de lijsttrekker van GroenLinks uit om lijsttrekker te mogen worden. Waarom heeft u dat deze keer niet gedaan? Want u staat op plek 6. Het is natuurlijk altijd een beetje framing, hè, dat de lijsttrekker wordt uitgedaagd. Ik ben in Brabant inderdaad kandidaat lijsttrekker geweest. Omdat ik daar ook een verhaal te vertellen had. Omdat we daar wilden gaan voor de verbinding tussen stad en land. Want juist dorpen en plattelandsgebieden hebben ook een rol voor de steden. Nou, dat was het verhaal wat ik wilde vertellen. Uiteindelijk ben ik daar niet op de lijst terechtgekomen, omdat ik vind dat het sterkste team er moet staan. En dat gaat over een samenstelling. Dus heb ik gezegd van nou, ik denk dat Harre Rooijakkers, zij is nu de lijsttrekker in Brabant, een veel betere positie kan innemen. Maar hij stond, als ik me niet vergis, wel op de lijst, maar redelijk laag op plek 11, als ik me niet vergis. Klopt. U bent toen niet verkozen, staat nu op plek 6 in Limburg. Ja. GroenLinks heeft nu 2 zetels. Ja. Maakt u zich zorgen dat hij niet weer verkozen, of dat hij weer niet verkozen wordt? Ik denk dat met GroenLinks op dit moment, met Jesse Klaver bovenaan, we eigenlijk alles kunnen bereiken wat we willen. Hoeveel worden er? Hoeveel zetels? Ja, in de peilingen staan we nu tussen de 5 en 6 zetels. Oké. Okay. Dus we zijn na de VVD landelijk de tweede partij. Okay. In de peilingen. En als u nu moet kiezen, hè, want u bent opgegroeid en volgens mij ook geboren in Brabant. Klopt. U woont nu in Limburg. Welke provincie is nou mooier, Brabant of Limburg? Ik vind dat duurt dat te lang, meneer Van Dijk. Nee, ik vind beide provincies erg mooi. Het zijn echte zuidelijke provincies. Ik woon nu in Roermond. Op of aan het Münsterplein. Ik wil daar nooit meer weg. Ik vind het de mooiste stad van Limburg. En ik vind Limburg echt een geweldige provincie met vele uitdagingen. Zeker met de grensligging die we hebben. Oké. Applaus voor die stelling. De laatste vraag die ik aan iedere kandidaat stel. In één zin, wat moet de kandidaat in het stemmen, als hij straks in het stembokje staat, van u onthouden? Dat we welvaart en welzijn in evenwicht moeten brengen. Niet alles gaat over economie. Het gaat juist om zorg en aandacht voor elkaar. Gemeenschapszin. Dat is niet alleen in cijfers te vangen, maar dat is iets wat we met elkaar moeten doen. En als je wilt dat we samen iets gaan bereiken, ja, stem dan op mij. Oké, okay, nou, ik wens je veel succes met de campagne en op naar die 6 zetels, zou ik zeggen. Gaan we voor. Dank je wel. Ja, hij heeft heel veel mensen blij gemaakt in Roermond. Maar of die ook andere mensen in andere plaatsen met deze opmerkingen blij heeft gemaakt, dat moeten we even afwachten, 20 maart. Wij gaan het hebben, zometeen gaan wij debatteren over het onderwerp landbouw. Ga even luisteren naar de stelling. Het fijnstof dat pluimveebedrijven verspreiden schaadt de gezondheid van hun buren, stelden onderzoekers vorige zomer vast. Die mensen hebben bijvoorbeeld vaker longontsteking dan mensen die ver van een boerderij wonen. Vooral in die delen van Gelderland, Oost-Brabant en Limburg, waar veel pluimvee huist, groeien de zorgen van omwonenden. Er moet dus wat gedaan worden aan de luchtkwaliteit van de stallen. De stelling is dan ook, alle stallen moeten goede filters hebben. Ja, misschien een open deur, mevrouw Plusquin. Ja, hier bent u natuurlijk helemaal voorstander van. Nee, natuurlijk niet, want er is ook gebleken dat die filters niet werken. En het is ook een end-of-pipe oplossing. Het probleem is gewoon, de veestapel is veel te groot. Mensen worden er ziek van. Wij halen veevoer uit Zuid-Amerika, waar de oerwouden voor worden gekapt. Het is een inefficiënte manier van eiwit.
kweken, zeg maar, want je hebt 5 kilo voer nodig voor 1 kilo vlees. Dat vlees, het gaat vervolgens voor een groot deel naar de export. En wij blijven hier met de stront en de stank zitten in Limburg. Daarbij is het ook nog een grote klimaatkiller. Hè. Urgenda heeft haar reducerende maatregelen eergisteren gepubliceerd. En na kolencentrales is de tweede beste maatregel de intensieve veehouderij verkleinen. Even terug te komen. Kijk, als je lid wordt van de SP en je gaat carrière maken, moet je altijd een gedeelte van je salaris krijg je dan via de SP. Hè? Als jij lid wordt van de Partij voor de Dieren, moet je dan vegetariër zijn? Nee, dat moet niet. Maar het is natuurlijk, wij leggen dat aan niemand op. Maar dat is wel zo. En dat is de Raad voor de Leefomgeving, het RIVM. Dat zijn heel veel overheidsinstanties ook met ons eens. Dat mensen minder vlees moeten consumeren en produceren in Nederland. Dus wij eten gewoon veel te veel vlees. En niet alleen te veel vlees, maar ook andere dierlijke producten, zoals eieren en melk, zuivel. En zelf word je dan vegetariër als je daar veel mee bezig bent. En zelfs veganist. Wij leggen dat niemand op, maar het is wel zo dat het allemaal minder moet. En als je dan kijkt naar wat ik een heel goed voorbeeld vind in dit verhaal, is de opgestapte senator van D66, Henriette Prast. Zij heeft een concept en ze zegt van carnivore geven door. Dus dat je ook bij ministeries, overheidsinstellingen, bij diners, dat het in feite plantaardig eten is wat wordt geserveerd. Maar als je vlees of vis wilt, dat je dat doorgeeft. Op 20 maart, hè, dat is de Provinciale Statenverkiezingen, dan worden de uitslag bekendgemaakt. Hè. CDA gaat vast en zeker in Maastricht ergens zitten op een prachtige plek om dan de uitslag, het gouvernement. In het gouvernement komen alle partijen. Is dat vlees? Ik denk het wel. En maar, dat is ook de moeite die ik met uw antwoord heb en met uw filosofie en met uw programma. Het is zo dwingend. Dat vind ik jammer. Want er zou ruimte moeten zijn in Limburg om te boeren. Wij zijn van oudsher hier, hè, generaties terug. Wij komen van boeren af. Hè, en u zet dat in zo'n daglicht. Alsof je kiest voor het eten van vlees. Als je kiest voor voedselproductie. Dat je daar, ja, daar moet je je bijna voor ontschuldigen. En dat vind ik niet goed. Ik vind dat u de keuze moet laten aan mensen om te kiezen voor het eten van vlees. U denkt daar anders over, schrijft u ook allemaal op in uw programma. Het CDA zegt ja, wij willen voor verduurzamen, wij willen voor natuurinclusieve landbouw gaan. Maar doe dat wel in een tempo dat het bij te houden is. Want wij zijn trots op onze boeren. Onze boeren is heel veel meer dan kippenstallen. Onze boeren zijn ook die prachtige velden in het buitengebied. Zij zorgen voor een mooi buitengebied waar wij met z'n allen in het weekend gaan recreëren, waar de toeristen naar komen. Ja. En ik vind het zo jammer om dat te beperken tot iets negatiefs. Mensen worden ziek van de veehouderij. Mensen gaan eerder dood door de veehouderij. En mensen hebben verminderd woongenot. En dan heb je ook nog het risico op zoonose. We hebben dat gezien met de Q-koorts. Waar bijna 100 mensen aan overleden en duizenden mensen chronisch ziek zijn. We zien het ook met de longklachten van omwonenden van geitenhouderijen. Daar blijkt het CDA uiteindelijk alleen in te staan. We hebben daar 2 keer een motie over ingediend. En alleen het CDA kiest niet voor de gezondheid van de omwonenden, maar blijf vasthouden aan de intensieve veehouderij. Dus ja, dat is een keuze die u maakt. Ja, die u partij maakt. Ik wil er nog heel even. Ik wil nog even. Mag ik nog één dingetje zeggen? Heel even, want meneer Van der Linden zegt iets. Mogen we er ook iets van zeggen? Ik wou u zo meteen de beurt geven. Ja. Maar ik doe eerst even meneer Kouistani. Is het bangmakerij? Nee, het is geen bangmakerij. Wij als Partij van de Arbeid zitten eigenlijk een beetje tussenin, in het midden. Wij zien dat intensieve veehouderij slecht voor het milieu, slecht voor de gezondheid van mensen. Maar we zien ook gewoon dat boeren onmisbaar zijn. En dat we samen met die boeren moeten gaan kijken. Daar zijn we van de Partij van samen. Kijken van, heel veel boeren willen wel verduurzamen. Die willen wel, die hebben de goede wil. En dan samen met die boeren te kijken van hoe we dit op kunnen lossen in deze klimaatproblematiek. Nou, mag ik even op reageren? Ja. Want er is bijvoorbeeld, als provincie. Kijk, ik onderschrijf ook concepten zoals liever en kipzorg. Maar als we dan een motie indienen, echt nog een paar weken geleden, om het taboe op dieraantallen op te heffen, dan zijn er weinig mensen die daarvoor stemmen. Partij voor de Arbeid heeft dat wel gesteund bijvoorbeeld. Maar de coalitiepartijen die zetten vol in op
op die veestapel in stand houden. Ten koste van gezondheid van mensen. Ik ben overtuigd plattelandbewoner. En daar woon ik al jaren. Sint-Lidienberg. Ja, een oud reutje, beter gezegd. Dus nog kleiner. Landbouw is een punt waarvan we zeggen, precies wat de CDA zegt, van oudsher zijn we daar gekomen. En van oudsher is er geprobeerd, en Mansholt is daarvan begonnen met de Partij van de Arbeid, om onze voedselproductie veilig te stellen. Nou kun je daar van alles van vinden. En misschien zijn we links of rechts doorgeschoten, maar waar ik een probleem mee heb, is dat als het opgelost moet worden, die boer het dan maar op moet lossen. En ik denk dat dat niet het punt is. Nee. We moeten ervoor zorgen dat als we oplossingen kiezen, dat we dus ook zorgen dat die ondernemer dat uit kan voeren. Ik heb altijd bepleit van een agrarisch bedrijf zou meerdere poten van economisch gewin moeten hebben. Dus niet alleen varkens, maar andere dingen erbij. Dan krijgen ze tenminste de kans om op een of andere manier van die, die grote dieraantallen af te komen. Maar de stelling was, er moeten filters komen. Nou, vind ik dat een hele hachelijke. Omdat juist die filters misschien ook nog wel eens de oorzaak kunnen zijn van stalbranden. Dus, en dat is weer zo'n punt van waarvan je zegt, we willen het één oplossen, daar halen we het ander voor van stal, maar zonder het te weten of het ook echt effectief is. Dus ik denk dat deze problematiek heel gedegen uitgewerkt moet worden, maar dat er in ieder geval voor gezorgd moet worden dat niet alleen de ondernemer, die agrarische ondernemer, voor de kosten opdraait, want dat is onmogelijk. Meneer Van der Linden, eigenlijk zegt u, ik wil het van de boer opnemen, maar hoe is het zover gekomen dat die bedrijven zo groot zijn geworden volgens u? Ja, dat is omdat op een gegeven moment ook de consument steeds meer vraagt van de prijs mag niet stijgen. En daar ben ik het ook mee eens. Want straks is een stukje vlees alleen exclusief voor iemand die 3 keer modaal verdient. Iemand die gewoon een minimumloon heeft, die kan nog niet meer een stukje vlees kopen. Dat heb ik ook al eens een keer in de staat aangegeven. Van jongens, let op, we moeten het niet exclusief maken. Het punt is dat om tot een betaalbare prijs voor die consument te komen, die best misschien nog wel wat meer zou mogen verdienen, er gewerkt moet worden met deze aantallen. En dan is het dus een punt dat je moet zeggen van, laten we nou eens in ieder geval proberen om ervoor te zorgen dat die consument voor een fatsoenlijke prijs zijn product krijgt, maar dat die boer daar niet voor alleen maar de weg van steeds meer, steeds meer. Steeds meer. Dat is het probleem natuurlijk ook. Meneer Polistani, filters, even terug naar de stelling, hebben dan geen zin volgens meneer Van Linden? Ja, die filters of die luchtwassers, die zijn wel gebleken dat die niet werken. Maar misschien is er nog innovatie, misschien komt er nog iets van een filter die wel werkt. Dus daar moeten we wel naar kijken. Maar op dit moment is dat niet de goede oplossing. Heeft nog maar een gigantisch mest overschot zitten. En wij zijn ook niet tegen de boeren, laten we dat even voorop stellen. Nu wordt er 19 miljoen euro in dat landbouwprogramma gestopt. Dat kun je ook stoppen in een transitiefonds. Wij zien die boeren ook als slachtoffer. Er moet alleen maar meer en meer en meer geproduceerd worden. De familiebedrijven vallen om. En de grote jongens, die kopen de bedrijven op. Dus wij zijn er ook om die boeren te helpen. Maar hoe gaat ze helpen? Er moet een omschakeling. Nou, dan mag u het nog een keer lezen, want dat staat er heel duidelijk in. Dat zal ik doen. Kijk, nu wordt er ongericht bijna 20 miljoen euro extra gestopt in het programma Limburgs Land- en Tuinbouw loont. Die boeren, wat wij hebben gedaan met ons systeem, wij willen de slager en de melkboer van Europa zijn. En dat is een race naar de bodem. En dan kun je de beste luchtwasser erop zetten, je blijft nog met een gigantische berg stront zitten. En dat is een heel groot probleem. En als wij nu niet in actie komen, dan gaat Brussel dat doen. In 2016 zijn er 160.000 koeien naar de slag gegaan, omdat we door het fosfaatplafond gingen. Dus het moet allemaal kleiner, lokaler en duurzamer. Het is super als dat lukt, maar laten we dat in een tijd doen die te overzien is, want anders help je de boeren over de kop. Tuurlijk gaat het niet van de een op de andere dag, maar voor het CDA is het onbespreekbaar. Het CDA wil niet eens het taboe opheffen op de dieraantallen. Nou, en dat vind ik een groot probleem. Is het onbespreekbaar? Op dit moment kan dat denk ik ook nog niet, want wij als consument willen kennelijk, hè? Dat is ook de realiteit. Nee, wij willen dat niet als consument, het is voor de export. Mag ik ook uitspreken? Als consument kopen wij ook nou eenmaal ons kilo vlees in de supermarkt tegen een beperkte prijs. Dus we moeten ook naar die kant durven kijken. Als ik een ei
koop in de winkel gewoon een scharrelei, hè, kost dat 27 cent per stuk. De boer krijgt daar 7 cent voor. Dus ergens zit er toch echt iets goed mis. Dat kunnen we eens een keer bij Capsa op bezoek gaan. Die krijgen wel een fatsoenlijke prijs, omdat die het anders hebben aangepakt. Laten we daar eens goed naar kijken. Ja, wat ik dan altijd zeg, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld in onze gemeente. Heb je de People's Farm. Dan ga je niet, dan gaan die, dat zijn kleinschalige boeren die dan niet meegaan met die race naar de bodem, maar de producten direct verkopen aan bedrijven of aan consumenten, binnen ook nog biologisch. Mm. Ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is van hoe waar we eigenlijk naartoe moeten gaan. Ja. Ja. Maar ik vind wel dat we dan samen met die boeren moeten gaan. We moeten niks opleggen, we moeten wel wat opleggen, maar we moeten niet alles opleggen, zoals de Partij voor Dieren doet. We moeten wel in gesprek blijven. Nee, dat bestrijd ik. Wij leggen dat niet op. Nee. De boeren die willen anders, maar die zitten gevangen in een systeem van de bank ook. Dus die zitten tot aan hun nek in de schuld en ook aan die prijs wordt steeds lager. Dus je moet die mensen helpen om een transitie te maken. Dan is het toch niet gek dat wij als provincie geld inleggen om het programma landbouw te doen. Als je naar, ja, maar niet om de intensieve veehouderij in het zadel te houden. Ja, maar er is meer om te draaien. Als je kijkt naar de LNTB, als je daar eens een keer naar een jaarvergadering gaat, hoe men zich helemaal heroriënteert op het bodemgebruik, dat we zeggen, van, nou, we moeten dat totaal anders aan gaan pakken, anders gaat de bodem eraan, dan denk ik dat die boeren echt wel op de goede weg zijn. En zo zullen ook degene die met intensieve veehouderij te maken hebben, zich heus wel beraden op, kunnen we het anders doen? Ik zal niet zeggen allemaal. Er zijn er altijd een paar die scheve schaats rijden. Maar die mensen zien heus wel dat ze, willen ze draagvlak in de maatschappij behouden, moeten gaan kijken naar hoe gaan we het aanpakken. En dan nog een puntje over de mest. Ik ben zelf ooit als wethouder bezig geweest met een varkenshouder om een biogascentrale in te richten. En daar word je doodziek. Allebei van de regelgeving die dan uit Den Haag komt, van de ene maand op de andere verandert. En als je je investeringsplan klaar hebt, dan is de regelgeving veranderd en dan kun je overnieuw beginnen. En dat zijn ook punten waar een boer wel eens een keer zijn haren voor uit zijn kop trekt. Van, geef mij nou eens een stabiel gegeven dat ik een x-aantal jaren kan werken, zodat ik ook iets fatsoenlijks kan plannen. En niet dat als ik geregeld heb om een stal te bouwen, wat op enig moment mag, dat het 3 maanden later weer verboden is, want meer melk mag wel, maar meer stront mag niet. En het komt uit hetzelfde been. Maar mestvergisters zijn ook geen oplossing. Die draaien alleen op subsidie en op koolsubstraat. Dus dat is echt geen oplossing voor die mestberg. De enige echte oplossing is minder dieren. Ja, en minder veestapel. Dat zijn we in ieder geval, dat consensus hebben we bereikt. We moeten er op een goede manier komen. En dat is het punt. En wij hebben ook een enorme hoge kwaliteit. En die kwaliteit is in heel Europa, dat is dezelfde standaard. Dus een voedselkwaliteit. En dat is gelukkig heel veel breder dan intensieve veehouderij. Maar landbouw is heel veel groter. En u versmalt het. Dat is een stelling, Burgwassers. Ja, dat klopt. Maar in uw programma zit u heel stevig op veehouderij. En de boeren doen heel veel meer. En ik zou het fijn vinden als Limburg voor ons allemaal is. Ja, eventjes. Ik denk dat we na deze uitzending even het programma samen door moeten nemen waar het precies stond. Maar Inigo, die heeft nog steeds Tim van Dijk bij zich. En die heeft alvast een zekere mening over. Nou, dat zullen we eens vragen. Nou, het gaat hier over agrarisch grondgebied en over agrariërs. Limburg is echt wel een agrarische provincie. Meer dan 50% van het grondgebied van onze provincie is agrarisch. Dat betekent dat we er echt iets mee moeten doen. Maar wel moeten kijken of we de landbouw kunnen verduurzamen. Dus circulair kunnen maken. Nou, dat betekent niet dat we boeren moeten gaan pesten. Die moeten we gaan helpen om naar een circulaire economie te gaan. Binnen de landbouw en de veeteelt. Dat betekent kleinschaliger, maar ook lokale productieketens. Dat we gaan kijken, nou, hoe kunnen we nou op een goede manier die productie die lokaal plaatsvindt, ook lokaal verkopen. Ik denk dat we die kant op moeten. Oké. Okay. Ik ga ook even vragen aan de andere partijen. Die zitten vast te popelen om te reageren op deze stelling. Want de tegenstellingen tussen de partijen zijn groot. Mevrouw Fischer van 50PLUS, wat vindt u ervan? Ik denk dat de boeren in een situatie terecht zijn gekomen die ze vooraf echt niet hebben kunnen voorzien. Want ze zitten tot een nek eigenlijk in de schuld om dat te doen wat ze zouden moeten doen. En dan loopt het mis. Ik denk dat je dan wat dat betreft ook je eigen verantwoordelijkheid moet nemen en kijken van, ja jongens, dit kan niet. Ik ga een kleinere veestapel in mijn stallen zetten. Ik zorg dat er minder mest is. Maar
Het is een heel moeilijk iets, want het is, je komt wel aan de existentie van de boeren. Ja. Mevrouw Jenskes van D66, filters op stallen, is dat de oplossing? Ik moest denken aan mijn oma, want iemand die zei straks al, we komen allemaal van boeren. Mijn opa en oma hadden zo'n klein gemengd bedrijf zoals dat er vroeger was. En mijn oma die bestierde dat huishouden met 7 kinderen, inwonende oom. En die boerderij met de woorden, klagen lost niks op. Dus het pleidooi dat ik zou willen doen, ik zie de verschillen tussen Partij van de Dieren en het CDA, is verduurzamen met de boeren. En laten we samen wel ambitieus zijn en investeren in die voedselproductie van de toekomst. Met de eiwittransitie en al die andere dingen die we moeten doen. Samen en terug naar het midden. Want daar zullen we het toch samen moeten gaan doen. Okay. Meneer Schop van de SP. Ondertussen krijgt mevrouw Jenskes applaus voor de betoog. Wat vindt u? Mogen er meer dieren komen of moet het juist minder worden in Limburg? Nee, ik denk dat je inderdaad de veestapel moet verminderen. Omdat je kunt niet ontkennen dat er een risico is, ook voor de volksgezondheid. Dat hebben we hier ook aan tafel gehoord. Maar ja, wat de stelling betreft over alleen maar filters op die stal of dat iets oplevert. Nee, dat gaat hem echt niet worden. Je moet echt naar kleinere stallen toe, kleinere veestapels wat ons betreft. De VVD is er vast mee oneens. Nou, boeren die horen bij Limburg. En onze boeren, dat durf ik best te stellen, die horen bij de beste en de meest innovatieve boeren van de wereld. De technieken die we hier produceren, die worden ook over de hele wereld verkocht. Denk aan luchtwassers, ventilatie, allemaal manieren om een stal efficiënter en slimmer te maken. Dus ze moeten kunnen groeien? Ja, wij vinden dat als een boer uit wil breiden of als een boer plannen heeft, dat hij wel milieuwinst op moet leveren, maar dat de boer wel de ruimte moet krijgen. Want er zitten heel veel mensen in de agrarische sector met financiële problemen. En dan mogen we als overheid niet alles door de strot drukken zonder oog te hebben voor het belang van de boer. Okay. En tot slot, heeft Denk nog een andere mening dan veel andere partijen? Nou, waar het mij vooral om gaat, ging een discussie over vlees. De provinciale staten gaan dadelijk ook de Eerste Kamer kiezen. En op dit moment is de Tweede Kamer bijna meerderheid akkoord gebruikt op het verbieden van kosher en halal vlees. Daar zit met name moslims en Joodse gemeenschappen in Limburg die zich afvragen, kunnen wij nog vlees in de toekomst gaan eten? Want als dat door de strot wordt geduwd, kunnen wij dadelijk geen vlees meer gaan kopen. Maar dat is vooral een landelijk thema. Wat vindt u dat de provincie moet doen? Provinciale staten. Ik zal dadelijk, als ik in de provinciale staten zit, op iemand stemmen die tegen het voorstel van Partij voor de Dieren zal stemmen om het halal slacht te verbieden. Dat is één. En twee, kijk, wij als Denk staan niet echt bekend om ons landbouwbeleid. Ik vind ook dat je als politieke partij soms moet zeggen, kijk, dit zijn mijn thema's. En op deze thema hebben we twee partijen die er echt inhoudelijk goed op zitten. En ik ga goed naar ze luisteren als ik dadelijk in de Staten is. En diegene die mij overtuigt, stem ik voor. Okay. Nou, dat is inderdaad een heel andere insteek. En u verwijst dan naar de Eerste Kamer. Dat is ook nog relevant in het kader van de provinciale statenverkiezingen. Ook de ChristenUnie heeft gereageerd op deze stelling. Laten we even gaan luisteren wat zij ervan vinden. Wij zijn ontzettend trots op onze Limburgse boeren en tijdens onze luistertour hebben we ook hele enthousiaste jonge agrariërs van het LAJK gesproken. Wij zijn ook als ChristenUnie voor het transformeren van de landbouw, maar zeker niet voor het onnodige regels opleggen bij de boeren. En het verplicht stellen van filters in de stallen is dan ook alleen als het aantoonbaar effectief is. Ja, zometeen treedt Fraai weer voor ons op, onze huisband. Daar zijn we heel blij mee. Ze hebben een bijzonder nummer, dat kan ik alvast een beetje verklappen. Maar Ton Heerschop schuift nu aan bij Inigo. Inigo, wat wil je hem vragen? Meneer Heerschop, u was fractievoorzitter in Venlo tot voor kort. Ja. U bent daarmee gestopt omdat u te druk had, maar u wilt nu wel de Provinciale Staten in. Is dat dan wel te combineren? Ja, daar heb ik het met mijn werkgever over gehad. Het is gewoon ook heel praktisch. Ik zit door de week bijna de hele week in het land. En dan moet ik dus op woensdagavond terug naar Venlo. En dat is ooit vanuit Assen of Groningen. En dat is dan even een stukje rijden natuurlijk. En je hebt dan een aantal andere verplichtingen als fractievoorzitter, waarbij je dus ook op de andere avonden aanwezig moet zijn in het land. En dan zit ik in het Venlose. En dan zit ik meestal in andere delen van Nederland mijn trainingen en oefeningen te begeleiden van ondernemingen en instellingen. En dan wordt het lastig om hier naartoe te komen. En ik had daarnaast een hele goede opvolgster die er ook klaar voor was. Ja, dan kun je beter gewoon die keuze maken. En het mooie is dat we op vrijdag wel ruimte kunnen maken binnen de bedrijfsvoering van onze organisatie. Dat is mooi. U zit in Venlo in de coalitie met de SP. Dat is vrij uitzonderlijk. Maar ook in Limburg zit de SP in de coalitie. Maar er is een breuk ontstaan. Wilt u ook de volgende keer weer in de coalitie met de SP in de provincie? Kijk,
wat je moet doen is eerst de kiezer aan het woord laten. Ik vind dat wij hier onze standpunten moeten gaan verdedigen. En wij moeten nu nog niet over coalitievorming gaan praten. Ik zit hier het standpunt van de SP te verdedigen. Dat heb ik ook gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2017. Daarna zijn we gaan kijken wat voor coalitie kunnen we vormen met de uitslag van de kiezer. Want die moet je respecteren. De kiezer heeft dan gesproken, dan ga je de coalitie vormen. Maar dus als de kiezer het wil, dan gaat u de coalitie in? Dan gaan wij de coalitie in. Kijk, als wij eigenlijk inderdaad 10 zetels zouden krijgen en ik zit in de Staten, ja, dan heb je een positie om daar iets van te vinden. Maar vinden de partijleiders landelijk, Ron Meijer en Lilian Marijnissen, dat wel goed? Die hebben er helemaal niks over te zeggen. Nou, ze lekker toch op oppositie aan te sturen van de SP. Tot slot, nog één zin. Daar moet ik wel op reageren dan. Lijken op oppositie aan te sturen. Luister, je gaat eerst naar die kiezer kijken. En dan ga je kijken of je in een coalitie kan en of je de dingen kunt binnenhalen. Ik ga toch niet, Ron Meijer gaat mij echt niet bellen dan van je moet dit doen of je moet dat doen. Dat is echt pure nonsens om dat te denken. Dat heeft hij in Venlo niet gedaan. Dat gaat hij hier in Limburg ook niet doen. Oké, duidelijke taal. Eén zin die de kiezer moet onthouden als hij straks in de stembokje staat. Waarom moet hij op u stemmen? Nou, als hij de sociale agenda die wij hier op de kaart hebben gezet in Limburg, als hij die overeind wil houden, dan zal hij absoluut op de SP moeten stemmen. En bij de SP gaat het niet om de personen, maar gaat het om het gedachtegoed wat wij uit willen dragen. En als we dan maar op een SP'er stemmen, vind ik het prima. Dank u wel en succes met de campagne. Dank u wel. En zoals gezegd, de huisband Fraai staat er weer klaar voor. Peggy. Wie heb je bij je? Ik zie een, hoe moet ik hem omschrijven? Het had ook een kapper van een kapsalon kunnen zijn. Ja, ik wilde het barber zeggen. Je wilde hem ook aanzitten, dus nu mag het, hè? Michael, hi. Fijn dat jullie er ook deze uitzending weer bij zijn. Hoe lang bestaat Fraai? We zijn al anderhalf jaartje bezig, zoiets. Vrij kort. Dat is inderdaad heel kort. We hopen nog heel veel van jullie te horen. Morgen is het zover, Michael. Dan mogen we met z'n allen gaan stemmen. Niet alleen voor de provincie, maar ook voor het water. Dan moet je wel even goed... Ga je stemmen? Tuurlijk, ga altijd stemmen. Is dat belangrijk? Ik vind het wel belangrijk. Als het niet wordt gestemd, dan wordt je mening ook niet gewaardeerd. Dus dat is wel heel belangrijk. Je hebt een stem en die moet je gebruiken. En dat ga je nu doen in het volgende nummer. Ook die heeft weer een klein linkje, net als de vorige keer. Want het is nog allemaal een beetje oppervlakkig aan tafel. Klein beetje. Daar hebben ze een mooi nummer over. Mag ik een applaus voor Fraai voor deze laatste uitzending met het nummer Shallow. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. In all the bad times I fear myself. Something, boy, are you tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard and keeping so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for a change. And in the bad times I fear myself. I'm in a deep end, watches and diving. I'll never beat the ground. I crash to the surface where they can hurt us. We're from the shallow now. In the shallow. In the shallow. Shallow, we fall from the shallow now. I'm in a deep end, watching some diving. I'll never beat the crowd.
the shack, shallow. In the shack, shallow. We're far from the shallow now. In the shack, shallow. In the shack, shallow. In the shack. Ja, bedankt. Fraai, fantastisch gedaan. Alle drie de uitzendingen, hartstikke bedankt. Zometeen praten wij verder hier aan tafel over economie. Maar eerst heeft Inigo mevrouw Fischer bij zich. Dat klopt, mevrouw Fischer van 50PLUS. U bent de lijsttrekker van 50PLUS, maar u heeft ook 15 jaar, als ik me niet vergis, of in ieder geval lang, voor GroenLinks in de raad gezeten. Waarom heeft u de overstap gemaakt naar de oudere partij en 50PLUS? Ik heb inderdaad 12 jaar voor GroenLinks in de gemeenteraad van Kerkrade gezeten. Maar in die periode ben ik ziek geworden. En gelukkig ook nog ouder. En ik vond dat er eigenlijk heel veel achterstand was in de behandeling van mensen met een vlekje. En ook als je senior bent, ouder bent. Ik heb wel een GroenLinks hart, dat is zo. En dat zal ik ook houden. Dus de combinatie van... Sociaal, GroenLinks, 50PLUS, dat kan allemaal bij elkaar in een vaatje. Ik kan over alles meepraten en ik weet ook waar ik over praat. Okay. En dat is meegenomen, toch? Dus een coalitie met GroenLinks zit er misschien wel in op termijn. Als we nou even kijken naar GroenLinks, die spreekt op dit moment, zeker met landelijk boegbeeld Jesse Klaver, heel veel jongeren aan. Ja. 50PLUS nou niet bepaald. Vindt de jongeren wel belangrijk? Ja hoor, als alles voor de 50PLUS'er goed geregeld is, dan... is dat ook naar beneden toe als je jonger bent. Stel, wij regelen nu dat pensioenen dat allemaal in orde komt. Dan is het ook voor de pensioenen van de jeugd. Dus wat dat betreft, 50PLUS is inderdaad onze hoofdmoot, zou ik maar zeggen. Maar de jeugd heeft de toekomst. En weet je, de jeugd moet ook eens een keer 50PLUS worden. Dus dan komt de aanwas van onderaan. Dat is heel simpel. Oké. Okay. Morgen zijn de verkiezingen. Op hoeveel zetels hoopt u? Wij zijn realistisch. En wij hopen dat we er 2 krijgen. Oké. Okay. Als die kiezer dan morgen in dat hokje staat, wat moet hij dan van u onthouden? Wat moet hij dan van mij onthouden? Wat moet hij van u onthouden? Dat ik en 50PLUS ben, en vrouw, en een handicap heb. Dat ik dus op allemaal onderdelen weet waar ik over praat. Ik weet wat onzin is en ik weet wat echt de moeite waard is. En daar wil ik voor vechten. En dat is voor mij het belangrijkste. Oké, okay, we gaan zien of de kiezer dat ook waardeert. In ieder geval dank voor dit gesprek nu. Graag gedaan. Ja, dankjewel Inigo. En wij gaan verder praten over een heel belangrijk onderwerp. Iedereen heeft ermee te maken. De economie. En de stelling daar dus volgt. Ze zorgen dat de motor van de economie in Limburg blijft draaien. Arbeidsmigranten. Waar ze tot enkele jaren geleden alleen in land- en tuinbouw werkten, zien we dat de arbeidsmigranten nu ook in de zorg, fabrieken en in andere sectoren werkzaam zijn. Volgens Frank van Gool van de Venray-uitzender Otto Workforce heeft Nederland in de nabije toekomst zeker 150.000 tot 200.000 arbeidsmigranten nodig om de economie draaiende te houden. Een goede huisvesting en integratie van deze arbeidsmigranten is dus van belang. Maar hoe pakken we dat op een juiste manier aan? De stelling, de economie in Limburg kan niet meer zonder arbeidsmigranten. Ja, mevrouw Jenneskes van D66. We kunnen niet meer zonder, of we nu willen of niet. Hoe gaan we dat organiseren? Ja, ik ben het eens met de stelling. Wat belangrijk is dat die arbeidsmigranten er al zijn. Hè? Hier in Venlo hebben we hier in Venray hebben we er rond de 1000 alleen al hier ingeschreven. En dan heb je nog een hele grote groep mensen die dat niet zijn. En wat mij betreft moet aandacht zijn voor overlast en de dingen die dat met zich meebrengt. Maar we moeten ook zorgen dat we het fatsoenlijk regelen. Want het wordt weer voorjaar, de aardbeien moeten geplukt, de asperges moeten van het land, de logistiek moet blijven draaien. Dus we kunnen inderdaad niet meer zonder. En dat betekent ook dat we eerlijk en oprecht moeten zijn en zeggen, hoe gaan we het regelen? Hoe zorgen we voor huisvesting, voor opleiding en al die andere dingen die daarbij horen? Hoe gaan we het regelen, meneer Heerschorp? Nou ja, laten we eerst teruggaan naar de stelling. We kunnen niet meer zonder arbeidsmigranten. De arbeidsmigratie heeft in heel Europa levert dat enorme problemen op. We zien dat mensen uit Polen deze kant op komen.
En die mensen die doen dat omdat ze hier een beter loon verdienen. Daarmee drukken we ook gelijk de lonen in Nederland. Daarmee laten we ook mensen die wellicht nu langs de kant staan, geven we niet de toegang tot een baan die ze misschien wel zouden willen hebben of kunnen functioneren. Omdat gewoon die toegang nu geblokkeerd wordt, omdat de arbeidsmigratie op gang komt. Sorry, maar het probleem, mag ik even mijn punt afmaken? Het probleem in Polen is nu dat daar mensen uit Oekraïne naartoe gaan en die komen dan in Polen terecht. Ja. En zo zie je verschuiven. Er was pas geleden een interessante documentaire bij de NPO, waarbij men in Letland zei van ja, weet u, Europese Unie, u stuurt wel heel veel geld hier naartoe, maar stuur alsjeblieft onze jongeren terug. Dat zijn wel de problemen die hier achter schuil gaan. Dus voordat we het over arbeidsmigratie gaan hebben, is het wel heel duidelijk dat we, als hier ruimte is om meer werk te verrichten, doe dat dan weer via het systeem, hebben wij altijd gezegd, van werkvergunningen. En ga niet zomaar blind arbeidsmigratie toepassen, want het is gewoon een stap naar loondumping. Meneer Helders. Ja, ik denk dat we er allemaal niet omheen kunnen dat we arbeidsmigranten, met name in Noord-Limburg, waar er meer dan 10.000 momenteel aan het werk zijn, heel hard nodig hebben. Voor inderdaad de agrarische sector, voor de logistiek. De werkloosheid in Limburg, het is niet zo dat duizenden banen weer gaat verdringen en dat de economie daar niet op loopt. Want de werkloosheid in Limburg die is op een historisch dieptepunt. Die is vanaf, hij is er toch nog steeds? Hij is er nog steeds. En dat helpt toch alleen maar lager dan het landelijk gemiddelde. Om uw beleid uit te voeren om die lonen te dumpen en die lonen laag te houden. Ik heb het hier over dat de mensen nodig zijn. Die mensen zijn echt nodig, want we hebben gewoon niet zoveel handen die bereid en beschikbaar zijn om die asperges van het land te halen in het hoogseizoen. Die bereid en beschikbaar zijn voor de arbeiders die in de logistiek werken. We hebben die mensen nodig. En de uitdaging is, want het gaat er niet meer om, wat mij betreft, of die mensen wel of niet nodig hebben. Die zijn er al jaren. De uitdaging is, hoe ga je die op een fatsoenlijke manier huisvesten? Hoe ga je die op een fatsoenlijke manier meelaten doen? Ik ben de eerste, als iemand hier is en hij doet mee in de samenleving, ben ik de eerste om te zeggen, je moet een fatsoenlijk huisvesten. Dat betekent dus, voor mij ook, dat die persoon niet op een industrieterrein, ergens in een Polenhotel, wat we dan tegenwoordig vaak horen, dat die daar gehuisvest moet worden. Want daar zou ik echt ver weg van blijven. Ik zou dan willen dat die mensen gewoon in een wijk wonen, een gewoon normale woning hebben en dat ze ook gewoon normaal meedoen in de samenleving. Dat is wat we dan moeten doen. Alleen de andere kant van het verhaal is, en daar hoor ik u te beperkt over, is dat u ook die groep arbeidsmigranten gebruikt om de lonen hier in Nederland laag te houden. En wat we de afgelopen jaren gezien hebben, is dat de economische groei enorm was, maar de groei van de lonen zeer beperkt. Hoe klopt dat? Mag ik ook nog iets zeggen? Ja, natuurlijk mag u wat zeggen, het ogenblikje. Klopt dat, dat wat meneer Heerschop zegt, en dan kunt u ook een reactie op geven, dat de lonen daardoor eigenlijk lager worden voor de mensen die geen arbeidsmigranten zijn? Het CPB heeft dat doorgerekend en volgens mij is dat maar gering het geval. Maar wat ik belangrijker vind is het feit dat meneer Heerschop eigenlijk doet alsof die mensen, waar ook de VVD, maar zeker ook D66 een heel groot voorstander voor is, om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Maar de mensen die nu niet werken, we moeten niet doen alsof die morgen vroeg de asperges gaan steken. Want we moeten inderdaad volle bak inzetten op onderwijs, op bijscholing, op al die dingen die je moet doen samen met bedrijven om mensen aan het werk te krijgen. Maar één op één denken, dan hebben we geen arbeidsmigranten nodig. Dat vind ik persoonlijk nergens op slaan. En ik vind ook dat we dan zo dapper moeten zijn. Ze zijn er, we moeten het regelen. En dan kunnen we het hebben over wat we allemaal niet willen. Of we kunnen samen op zoek gaan naar hoe we het wel gaan doen. Want ze zijn er al en we moeten het regelen. Ja, meneer Koskoen, ik waardeer u ongelooflijk geduld. Want u zit al naar het klokje te kijken, zag ik. Hè? Nou, het heeft te maken met het feit dat ik aan deze kant van de tafel symptomen hoor van arbeidsmigranting-dumping. Namelijk het volgende. Er zijn arbeidsmigranten geweest die naar Nederland zijn gekomen. Mijn vader, heel veel mensen die in de jaren 60, 70 naar Nederland zijn gekomen. Het grappige is dat hun destijds die lage, het vuile werk moesten doen. Maar hun kinderen krijgen een baan. U zegt, in Limburg zijn de banen werkloos en historisch laag. Nou, weet je hoe het gaat bij jongeren met een niet-westerse achtergrond? Historisch hoog. En daar hoor ik geen enkel verhaal over. En vandaag, meneer, vandaag hoor ik altijd VVD nog steeds roepen, je moet je invechten, niks invechten. Op het moment dat die Turk of een Marokkaan vanuit die landen hier naartoe is gekomen, asperges steekt, is het prima. Maar op het moment dat hun kinderen opgroeit, een hoge baan wilt hebben, loopt hij aan tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Geen enkel woord aan jullie programma.
Wanneer gaan we daar iets aan doen? Wanneer gaan we die mensen gebruiken voor de economie van Nederland? Ik denk dat voor zich spreekt dat ik ook tegen discriminatie ben. Welk woord aan jullie programma over? Ja, maar er staat heel veel in ons programma niet wat we wel vinden. We vinden het vanzelfsprekend dat je mensen niet discrimineert. En VVD is voor iedereen. Die is er voor iedereen die iets van zijn leven wil maken. Die is er voor iedereen die zegt van ik wil hier investeren in een toekomst. Ik wil studeren en ik wil... Maar wanneer gaat de VVD een keer iets doen aan die bedrijven die discrimineren? Gaat u mee met naming en shaming? Gaat u de slachtoffer aanspreken? Het feit dat jij gediscrimineerd wordt op de arbeidsmarkt betekent dat jij niet genoeg je best doet. Er zijn tig van mensen die mij persoonlijk benaderen, die geen stageplek kunnen krijgen, die geen baan kunnen krijgen. Ik heb zelf trucjes gedaan. Weet je, ik heb 90 sollicitaties verricht om een baan als docent te krijgen. Weet u waar ik werk? In Rotterdam. Kies ik daarvoor? Nee. Maar als wij symptoombestrijding gaan doen en niet de oorzaak gaan aanpakken... Arbeidsmigranten zijn van harte welkom. We hebben ze nodig. We moeten ze fatsoenlijk behandelen. Asperges plukken, prima. Hoge functies, nee, dat is hypocriet en daar staan wij tegen. Maar dan heb ik een vraag. Dan heb ik wel een vraag. Kijk, want dan is het dus zo, en dat stelt u ook. Er zijn dingen in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw misgegaan. Dat de tweede generatie geen nieuwe kansen krijgt. We hebben fouten gemaakt, gewoon als samenleving. Toen de migranten hier naartoe kwamen. En de tweede generatie zien we nu, die loopt tegen dilemma's aan. Derde generatie, vierde generatie. Derde generatie ook. Zullen we dan ook nu zorgen dat we die fouten niet herhalen? Zeker. En dat we die mensen, hier naartoe komen, die nu hier al zijn. Want dat wordt gezegd, daar kunnen we niet onderuit. Ik kan heel eerlijk zeggen. Dat die mensen ook een fatsoenlijke toekomst hebben. En ook in die wijken wonen. Waar ze gewoon niet in één cluster zitten, maar gewoon gespreid over de stad. Daarom heb ik het over die dumping. Want wat aan deze kant van de tafel wordt gezegd, aan die kant van de tafel wordt gezegd. Laat die Polen, Bulgaren maar hierheen komen. Zet ze buiten de stad, een beetje afgelegen van de wijken. Laat ze keihard werken in asperges. Daarna gaan ze wel weer terug. Ik kan u nu vertellen, de grootste groep gaat niet terug. Wij moeten vanaf dag 1 proberen om hun te vertellen, luister... Als je in Nederland een toekomst wilt buiten asperges voor je kinderen, dan moet je die taal gaan leren. Daar moeten we op inzetten. En niet alleen inzetten op de winst van de grote bedrijven of van die mensen die daar compleet uitbuiten. Maar er worden hier telkens woorden gebruikt die wij... Ik zou heel graag af willen van twee kanten van de tafel. In onze partijprogramma hebben we heel bewust gekozen voor diversiteit. En wat er ook in de identiteit van Limburg zit, is dat we meer grenzen aan het buitenland dan aan de rest van Nederland. En juist daarom, die Limburger is van oudsher gewend om over die grenzen heen te kijken. Zullen we dan proberen geen grenzen te leggen in het midden van deze tafel, maar elkaar proberen te vinden waar we het eens zijn? Nee, ik vraag aan u, meneer. Kunnen we elkaar in het midden van deze tafel vinden over waar we het wel mee eens zijn? Ik ben geen middenpartij. Kijk, u vraagt concessies op onderwerpen. Ik begrijp dat ik in uw stad ben. Het gaat hierom. Kijk, dorp. Ja. Stad, dorp. Het is hoe je fijnste voelt. Het gaat hierom. In essentie is het probleem op dit moment in de economie het volgende. MKB'ers die geen lening kunnen krijgen. Mensen die geen stageplek kunnen krijgen. We hebben in Nederland een systeem dat mensen geen stageplek kunnen vinden... om een opleiding af te maken om überhaupt in die technieksectoren te kunnen werken. Waar wij voor staan als Denk is het volgende. Wij willen eerst een enorm laagdrempelige arbeidsmarkt hebben... en iedereen de kans geven om mee te doen. Dus die bedrijven, die mensen voorselecteren, die gaan wij nemen en shamen. Die krijgen geen rode cent meer van de provincie als aanbesteding. Die bedrijven, die moeten we daar keihard op aanpakken. Bedrijven die het goed doen, die moeten we benadrukken. Het is eigenlijk bijzonder, want de D66-minister... die voert dit ook al landelijk uit. Dus dat willen wij juist in... Die heeft goed afgekeken bij het Denkprogramma. En nu zeg ik vooral in de Staten. Nou, misschien heeft Denk het bij D66 afgekeken. Iedereen is het, denk ik, over het algemeen... iedere partij is het volgens mij wel eens dat ze tegen discriminatie zijn. Niemand mag achtergesteld worden. Ja, maar meneer Heerschop zegt... we moeten wel op een eerlijke manier de arbeidsmigranten hier krijgen. Ja. Ik moet niet zo zorgen dat zij op een gegeven moment... ervoor zorgen dat de lonen omlaag gaan. Je kunt niet voor de rest, voor de gehele groep dan. Hè? U zegt van D66... Ja, maar je kunt niet meer zonder. Laten we nu alsjeblieft niet zeg maar in een hoek kruipen... en van die kant kijken, jongens, dit is allemaal oneerlijk. Maar hoe kunnen we dat nu oplossen? Dat er sprake is van discriminatie... en dat er mensen zijn die misschien geen stageplek krijgen... dat volgens mij kunt u dat niet ontkennen, of wel? Dat kan in de praktijk altijd moeilijk zijn om een stage... Nee, maar even met een arbeidsmigrantenachtergrond. Zegt u dan, nou nee hoor, die moeten zich maar inwerken. Invechten zelfs. Of zegt u, nou dat probleem is er niet, dat wordt zwaar overdreven. Ja, ik zeg niet dat het probleem er niet is. Maar hoe kunnen we dat dan daadwerkelijk oplossen?
stagegarantie aan de studenten. Alle mbo-studenten verdienen in Limburg een stagegarantie. We hebben zoveel bedrijven, we hebben zoveel werknemers nodig. Wij zeggen als provincie moet daar een speelfunctie in nemen. Moet samen met de onderwijsinstellingen voorop gaan staan en zeggen... iedere student in Limburg krijgt een stagegarantie. Maar dat geldt ook voor studenten. Maar dan los je het probleem van discriminatie niet alleen mee op. Want dan is er nog steeds die... We hebben een etenaanpak discriminatie. Misschien mag ik dat punt even maken. U zegt een stage. Die stage... Prima, daar kunnen we elkaar op vinden. Stagegarantie vind ik allemaal prachtig. Alleen dan moet die persoon wel aan het werk. Ja. En dan zie je nog steeds dat die discriminatie aanwezig is. En waar ik echt voor zou willen waken... is dat we dadelijk over een paar jaar die Poolse meneer of mevrouw... die dan hier geboren is, die hier eigenlijk zijn opleiding heeft gehad... dat met een Poolse achtergrond of een Romeinse achtergrond... niet tegen diezelfde problemen aangelopen is waar u tegen aangelopen bent. En waar uw kinderen tegenaan lopen. Ik ben daar helemaal mee eens. Het enige wat wij echt duidelijk moeten maken is... als DENK hebben we een ketenaanpak discriminatie. Kijk, het is soms ook onbewust dat mensen doen. We moeten niet iedereen afschilderen als... iedereen is racistisch en iedereen discrimineert. Nee, maar we moeten niet doen aan symptoombestrijding. Die sociale agenda. Kijk, u krijgt weer een compliment waar SP voor gezorgd heeft. Daar missen we één ding... Dat is aanpak discriminatie en dat willen we juist eraan toevoegen. Nou, daar dat vindt u mij zeker aan uw zijde. En ik denk de overkant van de tafel net zwaar. Je plus dat de aanpak van discriminatie als zodanig zit er misschien niet zo in. Maar we ondersteunen een heleboel maatschappelijke organisaties... die zich dag in dag uit keihard inzetten voor dat doel. 3,1 miljoen. Peanuts op een grote begroting van 450 miljoen. Ja, maar daar heb ik nog een andere interessante vraag voor u. Want meneer U van DENK wil de opcenten afschaffen. Ja. Hè? 87 miljoen per jaar. Niet waar, 53 miljoen. Nou, in ieder geval, als we dat doen... Hè, hoe gaan we dan al die plannen van u alsnog uitvoeren? Hoe gaan we dan zorgen dat alle mooie ideeën die u heeft... van het openbare barbecuen bevorderen... tot aan gratis OV voor minima, gratis OV voor ouderen, noem zo allemaal op. Ja. Hoe gaan we dat dan doen? Ik zal het u vertellen. Wat wij als DENK inzet is... dankzij het kabinet waar u als D66 of als partij D66... aan meedraagt, is de steeds lastenverzwaring voor de burger. De energierekening, de zorgrekening, de eigen risico. Het is onbetaalbaar. Wat wij zeggen tegen de burger, luister, als provincie hebben we 1,1 miljard belastingcenten, lieve burgers. Die hebben we van jullie gepakt de afgelopen jaren, met essentgelden, alles erop en eraan. Het zit allemaal in ons pot. Ja, dat staat nog even voor de komende jaren. Wij zeggen, geef die mensen een keertje een lastenverlichting. Dat is geen antwoord Doe dat. Op mijn vraag. Dat is een directe vraag op je antwoord. 53 miljoen. Dat is een antwoord op mijn vraag. Vraag een Vlaamse bespreking is dit. Ja, is ik weet niet wat ik zei, maar volgens mij zei ik iets grappigs. Ja, ja, absoluut. Absoluut. Het gaat om 53 miljoen euro die wij uit de algemene middelen willen pakken... en aan de burger terug willen geven. Ja, dat doen wij. Wij graaien in die grote pot van 1,1 miljard om het terug te geven aan de burger. Want het is het geld van de burger. Daar staan we voor. Maar de vraag was, wat gaat u dan niet doen? Van het thema. Ja. De vraag was, wat gaat u niet doen? Waar halen we het vandaan? Dit thema gaat over algemene reserven. Algemene reserve betekent dat je geld hebt in een pot. Ja, dit is een discussie over financiën van de provincie, die volgens mij geen kant op gaat. Zorg maar straks dat je in de Staten komt, kun je dat verder uitvechten daar. Ik zou eigenlijk graag eens willen zeggen wat ik wel wil op gebied van arbeidsmigrantenbeleid. Ja, wat Want daar gaat het uiteindelijk over. En ja, er zijn fouten gemaakt in de jaren 60, 70. Daar moeten we van leren. Ik zeg, die arbeidsmigranten die hier naartoe komen, daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Mensen die kort komen in het aspergesseizoen voor een aantal maanden, laten we zeggen half jaar, nou, die moet je op een fatsoenlijke manier huisvesten. Als ze teruggaan, dan zijn er andere voorzieningen voor nodig dan mensen die de intentie hebben om langer te blijven. Laten we zeggen een jaar, anderhalf jaar. Die mensen moeten taalles krijgen, die mensen die moeten recht hebben op een sociale huurwoning, die mensen die moeten... integreren in de samenleving. Als die mensen hier een bestaan op willen bouwen, zijn ze van harte welkom. Als ze hier kinderen krijgen, gaan die naar dezelfde school als kinderen van... Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost, meneer Helders. Nee, want u zet die mensen tegenover elkaar. U zet degene die voor een sociale huurwoning op de wachtlijst staat, zet u nu tegenover die arbeidsmigrant. Daar wil ik echt voor waken. Dat zeg ik niet. U zegt dat die heeft recht op een sociale huurwoning. Ja, iedereen in Nederland heeft recht op een sociale huurwoning. Maar ze zijn er meer of minder dan anderen hier in Nederland. Nee, absoluut. Arbeider eerst? Nee, wat wij zeggen is dat je gewoon heel duidelijk moet kijken van waar is het fout gegaan in het verleden en welke methodes hebben wij gehad die functioneerde om die arbeidsmarkt te reguleren. En ook om die mensen die nu keihard werken elke dag bij al die bedrijven, om die mensen nu ook eens een keer de vruchten te laten prikken van die economie die zo aan het groeien is. Daar zul je naar moeten kijken. En dan zeg ik, dan pak je het
heel simpele systeem. En dan zegt de SP, pakt een heel simpele systeem van werkvergunningen. Op het moment dat je mensen nodig hebt en ze kunnen hier naartoe komen, geef ze een werkvergunning. Zorg ook dat alle voorzieningen er zijn. Dat is absoluut de voorwaarde. Daar vinden we elkaar. Maar ga niet meer blindelings in dat Europa allerlei groeperingen als een soort nieuwe volksverhuizing door Europa jagen. Maar daar ben ik het echt principieel niet mee eens. Dat is prachtig. Want u wil Bulgaren op bestelling hebben gehoord vorige week. Nee, maar ik wil wel dat elke Limburger die hier over de grens in Kevela wil gaan werken, dat ook kan. En dat gaat ook niet op die werkvergunning van u. Want laten we wel heel even eerlijk zijn. We hebben allemaal in ons programma de kansen over de grens van de Limburger. Laten we dan ook eerlijk zijn over de kansen van de mensen die van een andere grens komen bij onze Limburger. Laten we samen bouwen dat werkt. En daarmee houdt u de lonen laag. Mijn kans over de grens in Duitsland, prima. Laten we eerst even onze eigen straatjes schoonvegen. Laten we eerst even in onze eigen provincie niet aan symptoombestrijding doen, maar iedereen op een gelijkwaardige manier gelijk behandelen. Ik weet dat iedere partij daarvoor is. Iedereen zegt wij zijn tegen discriminatie. Dat klinkt als pepernoot voor de hele zaal. Maar wij komen met een ketenaanpak om daar echt iets aan toe te voegen. En ik zou het fijn vinden als deze drie partijen, maar ook alle andere partijen, ons daarin zullen steunen. Dit is een probleem waar we samen echt samen voor moeten strijden. Ja. En ik zie u graag aan mijn zijde. U heeft uw punt gemaakt. Wij hebben onze zijde, dat lijkt me heel belangrijk. En wij staan absoluut, iedereen is het met u eens. Sommige dingen kan je het eens zijn, maar de manier waarop, daar wordt nog even over gesteggeld. Inigo, wat vinden ze daar? Ja, we hebben nog maar heel korte tijd natuurlijk voor een korte reactie van de andere kandidaten ook. Maar ik begrijp dat iedereen wel even wil reageren op deze stelling. Dus graag een kort antwoord, eens of oneens op de stelling. De stelling is, er moeten meer arbeidsmigranten kunnen komen, want we hebben ze nodig in Limburg. Nou, ik twijfel er een beetje aan van hoe we ze nodig hebben. Ik ben echt ervoor om een verschil te maken tussen mensen die hier kort komen werken en die langer willen werken. Eens of oneens met de stelling? In die zin oneens. En ik vind toch ook het punt van loondumping een behoorlijk probleem, wat we ook in de gaten moeten houden als we doorlopend mensen hier naartoe halen. Want dan betekent het ook dat onze eigen beroepsbevolking onder druk staat. Dit was nog net het lang antwoord eigenlijk. Meneer Kovistani, eens of oneens met de stelling? Ik zou proberen kort. Ja, ik ben het eens met de stelling. Je ziet wel dat de lonen, daar moeten we wel iets aan doen aan die loonconcurrentie, wat de SP zegt. En daarnaast vinden we dat de arbeidsomstandigheden en de huisvesting van die arbeidsmigranten ook in orde moet zijn. En die mensen die willen blijven, goed integreren. Mevrouw Opsiel van de CDA. Eens, want het is de realiteit. De realiteit is dat we op dit moment een oververhitte economie hebben. Dat de mensen hier naartoe komen. Dus laten we eens goed nadenken. Wat kunnen we aan onze eigen arbeidsmarkt doen? Aan onze eigen opleidingen. Dat wij jonge mensen interesseren voor techniek, voor zorg. Laten wij daar onze energie op zetten. Dat zou ik graag willen. Oké. Okay. Meneer Van Dijk van GroenLinks. Ja, ik sluit aan. Het is de realiteit. De mensen zijn hier. Laten we zorgen dat we ze op een goede manier kunnen opvangen. En ik deel ook dat we moeten kijken naar mensen die hier langer willen blijven en de mensen die hier korter seizoenswerk verrichten. Het zijn echt twee verschillende dingen. Okay. En als laatste, mevrouw Pluska. Ja, wij zijn ook voor hogere lonen, want we denken dat het dan een stuk onaantrekkelijker wordt om nog extra mensen hier naartoe te halen. En de mensen die er zijn, die moeten we ook niet dumpen op industrieterreinen. Daar moeten we gewoon goed voor zorgen. Oké. Okay. We gaan door naar een heel ander onderwerp. In Gennep namelijk dreigt de ambulancepost te verdwijnen en Omroep Venray is gaan polsen wat de reacties daarop zijn. Vind ik een slecht iets, want de aanrijdtijden worden zo ook allemaal wel langer. En ik vind het geen stijl, want ik weet mensen die gered zijn omdat de ambulance dus zo snel ter plekke was. En dat die nou dus langer aanrijdtijd nodig heeft. Dat wil zeggen dat er mensenlevens op het spel staan. Nee, dus betekent volgens mij dat het een heel stukje gevaarlijker wordt om hier te wonen. Omdat als je iets krijgt dat het heel veel langer kan duren voordat er een ambulance is, heb ik begrepen. Dus ik hoop dat hier weer terugkomt, de ambulance hier in de gemeente Gennep. Waardeloos, echt waardeloos. Wij wonen in het buitengebied en daar is nu al een paar keer een bejaarde fietser op een paal geklapt. We hebben gemeten hoe lang het duurt voordat de ambulance er is en het is altijd buiten de tijd geweest. En daar liggen dus mensen van boven de 60, 70, kop kapot. En dan moet je maar hopen dat iemand op tijd is. Ik baal ervan dat die ambulance hier niet meer is. Ik hoor zelf tot de doelgroep die nogal eens een keer een ambulance nodig had met enige regelmaat. Dan is het verschrikkelijk als je iedere minuut die je langer moet wachten als nodig. Ja, dat kan gewoon fataal zien. Dus ik vind dat die gewoon terug moet komen.
Je ziet ongetwijfeld waar ik ben. Hier zetelt het provinciehuis, het gouvernement. En daar is het allemaal om te doen, om een zetel. En de 10 partijen hebben aan tafel diverse debatten gevoerd. Maar Robert Huismans is speciaal voor ons na het flyeren naar de Schouwburg van Venray gegaan om op een aantal stellingen te reageren. Het eerste is de zorg en het tweede is de bereikbaarheid. Ja, Robert Huismans, PVV-lid, of althans op de lijst. Vandaag kon u niet bij het debat zijn en dat had een hele plausibele reden. U moest flyeren. Ja, dat klopt. Wij hadden al heel lang een afspraak staan om in Heerlen met Geert Wilders te gaan flyeren. En uiteraard zijn al onze fantastische kandidaten daarbij geweest. Dat is altijd een heel warm bad, zeker als je dat in Limburg doet. Dus ja goed, dat was voor ons agenda technisch even heel lastig. Maar we zijn blij dat we toch de gelegenheid hebben om wat toelichting te kunnen geven op de stellingen vanuit het ideologie en de standpunten van de PVV. Okay, dan gaan wij de stellingen even doornemen met u. De provincie moet lokale initiatieven ondersteunen, financieel. Ja, laten we het vooropstellen dat de zorg het zorgenkindje is geworden van deze staat. Nou, zeker na de decentralisatie van de jeugdzorg, de ouderenzorg. En dat heel veel gemeentes kampen met hele grote problemen in die zorg. En de PVV pleit al jaren, ook in provinciale staten, voor meer invloed en meer ondersteuning van de provincie voor met name die zorg en die decentralisaties. En dan hebben we het over de jeugdzorg, we hebben het over de WMO, maar we hebben het ook weer over woonzorgcomplexen, voor ouderen, voor senioren. Het probleem met verwarde mensen komt met name omdat je veel moeilijker in aanmerking kunt komen voor een verzorgingswoning en een verzorgingscomplex. Dat is gewoon heel lastig geworden. Dat is helaas een feit. Nou, hoe wilt u daarvoor zorgen? Nou, wij hebben altijd gezegd dat het moet een onderdeel zijn van de sociale agenda. En daar moet altijd expliciet aandacht voor zijn vanuit de provincie en ondersteuning van de gemeentes. Om ervoor te zorgen dat mensen een zo adequaat mogelijke zorg krijgen. Iedere Limburger heeft recht op de zorg die hij nodig heeft. En of dat nou een jongere is of een ouder is, dat maakt er niet uit. En een van de zaken die daarbij kunt doen is een steunpunt oprichten voor jeugdzorg. Een steunpunt provinciaal voor de WMO. Waarbij je onderwijs, professionals in de zorg, maar ook de overheden aan elkaar koppelt, zodat kennis uitgewisseld wordt, zodat met name bijvoorbeeld in de WMO de juiste hulpmiddelen zo snel mogelijk bij de mensen komen die ze nodig hebben. Dat mensen niet op wachtlijst hoeven te staan. Maar ook professionals binden via dat kenniscentrum in de jeugdzorg aan gemeentes en aan kenniscentra om zo snel mogelijk jongeren te kunnen opnemen en zo snel mogelijk de hulp te kunnen geven die ze nodig hebben. Als je dat op die manier doet, dan zul je zien dat de zorgkosten voor gemeenten gaan dalen, maar dat de zorgkwaliteit gaat stijgen en de wachtlijsten afnemen. Dat is het eerste wat je kunt doen. En dat kan de provincie als regisseur beter dan een gemeente dat kan. En die rol moeten wij absoluut nemen. Daar pleiten wij al jaren voor en die gaan we volgende periode realiseren. Dan iets heel anders. Het tweede debat ging over bereikbaarheid. En ik zal de stelling even voorlezen. Er moet zo snel mogelijk geïnvesteerd worden om de Maaslijn en A67 en A73 te verbeteren. Laten we één ding vooropstellen. Er moet zo snel mogelijk geïnvesteerd worden om de rotzooi die ontstaan is in de afgelopen periode aan de provinciale wegen en aan de rijksinfrastructuur op te lossen. Als je kijkt dat nu het laatste jaar bekend is geworden dat er heel veel projecten stil liggen omdat er toezeggingen zijn gedaan waar geen geld voor is, dat er honderden miljoenen tekort zijn op de onderhoud en verbetering van veiligheid met name van provinciale wegen, dan vinden wij dat een schande. Dus dat is één zaak die moeten we als eerste oplossen. Het tweede is, we moeten versneld de A2 verbreden. En dat moet een hele sterke lobby zijn vanuit Limburg naar het Rijk, want het Rijk is daarvoor aan zet. Daar kunnen we aan bijdragen door bijvoorbeeld die gronden zo snel mogelijk op te kopen en die procedures zo snel mogelijk te laten starten. Datzelfde geldt voor de A67. Ook dat knooppunt en dat knelpunt moet zo snel mogelijk worden aangepakt. Dat zijn de twee grootste levensaders wat betreft mobiliteit in onze provincie. En die zijn voor de logistieke centra in Venlo, in Born, Holtem, maar ook voor de bedrijvigheid op het Gemlotterrein in Geleen, VDL Netcar, maar ook hier voor de logistieke sector, met name in die regio Venlo en de Greenport, van vitaal belang. Als we dat niet doen, betekent dat economisch dat we achteruit gaan. En dat kunnen we niet doen, dat kunnen we ons niet permitteren. We zullen die logistieke wegen en die infrastructuur op orde moeten hebben. De provincie moet toestaan dat weilanden vol zonnepanelen worden gezet. Het heeft natuurlijk met duurzaamheid te maken. En staat het hoog op de agenda bij de PVV? Nou, er zijn twee zaken. Eén, duurzaamheid aan zich. We hebben geen probleem met zonnepanelen. We hebben wel problemen met waar het van betaald wordt en de subsidiegelden. Daar hebben we een heel groot probleem mee. Op het moment dat iemand voor eigen rekening en risico zonnepanelen wil leggen, dan mag hij dat van mij. Ga vooral je gang.
Maar je bent zelf verantwoordelijk voor de exploitatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor de investering. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Maar het moet niet zo zijn dat dadelijk grote projecten gedaan worden door bijvoorbeeld energieleveranciers. Denk aan de windmolenparken die er gedet worden. En dat die betaald worden van belastinggeld, wat u en ik via onze energieheffing iedere maand moeten afdragen aan de elektriciteit die we kopen, die opgewekt wordt door diezelfde voorzieningen. Dat is toch van de zotte. Wie moet het dan betalen? Degene die het exploiteert. Het moet uit de exploitatie komen. Zonnepanelen is een methode, zeker op huizen en op bebouwde omgeving, absoluut goed te doen. Moet je ook vooral doen. En weilanden volzetten met zonnepanelen? Nou, laten we eerst beginnen met de bebouwde omgeving. En daar is nog voldoende te halen. En daar zijn voldoende mogelijkheden. Laten we dan eens gaan kijken wat we gaan doen binnen natuurgebieden en weilanden. Want we moeten ook denken aan de agrarische sector. En één ding, daar zijn wij sowieso was van, dat is het woordje dwang. Dat gaat er bij ons niet in. Wij gaan geen zonnepanelen afdwingen. We gaan geen windmolens gedwongen laten zetten zoals het afgelopen jaar gebeurd is hier in de buurt van Venlo. Dat doen wij niet. Als je het doet, dan vrijwillig en voor eigen rekening en risico. Duidelijk. Dan de krimp. Daar hebben we mee te maken. Hè? Stelling is, stimuleer de bouw van woningen ondanks de krimp. En je moet altijd woningbouw stimuleren. Je moet altijd eraan denken dat woningen verouderen, moeten aangepast worden aan moderne tijd, moeten aangepast worden aan het voorzieningniveau wat er nodig is. Dus je blijft altijd met een bepaald hoeveelheid woningbouw zitten die je moet plegen. En je moet ook die ruimte ervoor geven. Maar wat doen wij hier in Limburg? Wij doen hier drempels opwerpen in de vorm van sloopfondsen. Dat betekent op het moment dat ik een woning zou willen bouwen of iemand wil een woning bouwen en er komt dus een huisnummer bij in die straat, dan mag je eerst geld in een pot storten om überhaupt de vergunning te mogen aanvragen om die woning te gaan bouwen. Nou, dan gaan we dus geen sociale huurwoningen bouwen, want die worden gewoon duurder. Want dat geld voor het sloopfonds moet bij die kostprijs geteld worden. We gaan geen renovatie meer doen van projecten, er komen geen nieuwe wijken bij. Je krijgt dus daar een hele hoop drempels. Als je die wegneemt en je laat de ondernemer, de bouwfirma, weer bouwen. En zowel voor sociale huur als voor de middentarieven, als de dure sectoren. En je laat de markt daarin gewoon zijn werk vooral doen. En je legt bij de gemeentes de opdracht om te zorgen dat ze voldoende levensloopbestendige woningen hebben. Woningen die geschikt zijn voor alle doelgroepen. Woningen die geschikt zijn voor mensen met beperkingen. Dan zul je zien dat die woningmarkt aantrekt. En dat is goed voor onze economie. Dat is goed voor het leefniveau in Limburg, dat is goed voor de leefomgeving. Maar het zal ook bijdragen in bijvoorbeeld het hier houden van onze jongeren. Wat daar wel bij moet, dan heb je het echt over krimp, is dat ook die volledige setting, die leefomgeving zodanig interessant moet zijn, dat met name die jongeren die hier gestudeerd hebben, ook hier blijven en hier gaan werken. En niet weer, zoals dat nu nog steeds veel te veel gebeurt, wegtrekken richting de Randstad. We hebben het al een beetje over geld. Tot slot, de laatste stelling die ging over arbeidsmigranten. Daar komen er heel veel naar Limburg toe en daar kunnen we niet meer zonder. Zo luidde ongeveer de stelling. Wat is daar de mening van de PVV? Nou ja, we kunnen niet zonder. Dat is natuurlijk heel erg zwart-wit gesteld. We kunnen wel degelijk zonder. We hebben in Limburg nog steeds heel veel mensen aan de kant staan. En de PVV staat ervoor om iedereen te laten meedoen in de maatschappij. Meedoen is voor ons het belangrijkste. En dat betekent dat we heel veel maatregelen treffen en willen treffen, verder willen treffen ook, om dus mensen werkfit te houden en werkfit te maken en een betere aansluiting te krijgen van de mensen die hier in Limburg aan de kant staan, onze eigen inwoners en bedrijven. Nou, een van de voorbeelden die we hebben gelanceerd is een Limburg Studiefonds. Om mensen de mogelijkheid te geven om zichzelf verder te ontwikkelen, om studies te volgen die normaal niet betaald worden, waar je dan geld voor kunt lenen, om toch betere aansluiting te krijgen op de arbeidsmarkt. Dat werkt beter dan subsidies geven aan werkgevers om een werknemer aan te nemen. Daardoor krijg je meer doorstroming, daardoor krijg je meer mogelijkheden. Maar wat het allerbelangrijkste is, laten we eerst eens even onze eigen Limburgers aan het werk helpen. En dat zijn er nog heel veel die werk nodig hebben. En als het dan nog... Hoeveel zijn dat er op dit moment qua werkloosheid in Limburg? Ja, de exacte aantallen in mijn hoofd weet ik niet. Maar je praat toch echt over tienduizenden mensen die aan de kant zitten. Alleen in Maastricht praat je over 15.000 mensen. Op een stad van 125.000. Als je kijkt naar Heerlen, Kerkrade, daar is het hoogste werkloosheidscijfer van Nederland bijna. Als je kijkt naar de westelijke Mijnstreek, daar zie je dat ook. Als je hier kijkt in Noord-Limburg, daar zie je dat de werkloosheid weliswaar gedaald is. Maar ook daar zie je nog steeds hele hoge werkloosheidscijfers. En iedereen zal je zeggen, ja, maar de werkloosheid is gedaald. Ja, dat klopt, op papier. Vroeger was het zo, je werd werkeloos geacht als je 18 was tot 65 en niet minimaal 15 uur per week werkte. En iedereen die daar niet aan voldeed, gold als in het percentage werkloos.
Nou, dan komt de EU. De EU heeft een leuke rekenregel bedacht. Die zegt van nou, dat moeten we harmoniseren naar Europa. Dus als je nu tussen de 14 jaar en 75 bent en als je niet minimaal 2 uur per week werkt, ben je werkeloos. Dus de vakkenvuller vroeger die als bijbaantje vakken vulde en dat minder dan 15 uur deed, was vroeger formeel inzetbaar voor de arbeidsmarkt en gold als werkeloos. Maar op vandaag werkt hij meer dan 2 uur in de week en geldt hij als zijnde werkend. Dus het is leuk dat die cijfers gedaald zijn op papier. Maar de realiteit is nog, ik heb het net gezegd, Maastricht van de 125.000 inwoners, 15.000 die nog aan de kant staan. Ja, maar dan werd er aan tafel geopperd dat het feit dat er arbeidsmigranten komen, dat werd ook wel een beetje kritisch geuit door de SP, dan drukt dat ook de lonen. En daardoor kunnen bedrijven ervoor zorgen dat die mensen daar kunnen werken en kunnen ze als bedrijf overeind blijven. Zegt u, nou onzin, dat kunnen net zo goed mensen zijn die uit Limburg komen of uit Nederland komen. Ja, ik denk dat dat onzin is. In Nederland hebben we nog steeds de afspraak dat we een minimumloon kennen. Dat geldt voor iedereen en dat geldt ook voor arbeidsmigranten. Als je een Nederlands bedrijf bent en je functioneert in Nederland, moet je houden aan de Nederlandse afspraken, aan de Nederlandse wet. De Nederlandse wet schrijft je minimumloon voor. Dus ja, het kan zijn dat het gemiddelde loon omhoog haalt, maar nooit minder dan het minimum. Met dat minimumloon moet het voor iedereen lonen om te werken. Ook als je in een uitkeringssituatie zit. En een uitkering moet een vangnet zijn, geen hangmat. Dus op het moment dat je gaat werken, moet je er beter van worden. Wat de PVV dan landelijk zou stellen en gaat stellen, is dat je minimumloon omhoog moet. Dat het ook aantrekkelijker wordt om van niet werken naar werken te gaan. Het moet ook lonen. Maar voor buitenlandse werknemers in Nederland gelden dezelfde afspraken als voor Nederlanders. Dus ik geloof niet in die fabel. Ik geloof niet dat het de lonen onderuit haalt. Het enige wat het doet, is dat het de concurrentie op de arbeidsmarkt nog meer vergroot. Waardoor onze eigen mensen, die wat al moeite hebben met werken vinden vaak, doordat ze wat verder afstaan van die arbeidsmarkt, dat er niet makkelijker bij komen, maar die komen nog moeilijker aan werk. Ja, u zegt het eigenlijk al, onze eigen mensen. Nou heb ik naar het filmpje gekeken op de PVV. Het heeft u vast en zeker ook gezien, een soort filmpje. Als ik de PVV, de Provinciale Statenverkiezingen, dan zie ik een soort reclamefilmpje. Dan wordt er ook heel vaak om onze eigen mensen en ons eigen land, en dat we in gevaar zijn. Ziet u dat echt zo? Ja, dat zien we echt zo. Kijk, onze eigen mensen, wie zijn dat? Onze eigen mensen, als we het hebben over Limburg, is iedereen die in Limburg woont. En die zich in Limburg gedraagt volgens de Limburgse norm, hè, volgens de Limburgse waarden. En zich houden aan Nederlandse wetten en regels. Het maakt niet uit of dat iemand is met een migratieachtergrond of een arbeidsmigrant is die hier is komen wonen. Als hij zich houdt aan de normen van hier, dan is dat in uw ogen een Limburg. Het gaat om het gedrag en ik kan het niet mooier zeggen dan dat Geert Wilders het zelf zei bij Jensen. Iedereen die in Nederland is en die zich in Nederland gedraagt naar Nederlandse wetten, regels, waarden en normen, is Nederlander. Zo simpel werkt het. Wat doen we dan met degene die in Nederland wonen en zich niet aan de wet houden, maar geen migratieachtergrond hebben? Ja, die zul je moeten stimuleren, moeten aanpakken. Je zult moeten zorgen dat mensen niet in een uitkering blijven hangen, maar dat ze doorgaan naar werk. En dat kun je op verschillende manieren doen. Op het moment dat je een bijstandsuitkering hebt, dan is het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dan kun je door middel van participatietrajecten, maar ook door middel van zachte dwang, kun je die mensen aan het werk krijgen. Op het moment dat ze het kunnen. Ja, er zijn ook mensen die kunnen niet werken. En die moet je ook zorgen dat ze een normaal bestaan kunnen hebben. Laat dat heel duidelijk zijn. Mensen die in een uitkering zitten, moet je proberen te stimuleren dat ze naar werk gaan. En werk moet weer lonen. Zoals ik al zo straks zei, een uitkering is een vangnet, geen hangmat. En een vangnet wil zeggen, het vangt je op op het moment dat het tegen zit. Maar vervolgens moet je zorgen dat je op eigen benen gaat staan. In een hangmat blijf je liggen. En de actualiteit haalt dus nu een beetje in, want er is nu een islamitische school in Amsterdam waar allerlei haat gepredikt wordt. Dat is één voorbeeld. Hè? Ik bedoel, ik kan me ook herinneren dat er in Limburg ergens een school was waar ook van alles aan de hand was. Dat wil ook niet zeggen dat dat overal zo is. Laten we niet iedereen over één kam scheren, althans. Dat probeer ik nu niet te doen. Maar zegt u, islamitische scholen, moskeeën in Limburg ondenkbaar? Die moeten in principe dicht. Het is heel simpel. Op het moment dat je die ideologie daadwerkelijk gaat uitvoeren, en op het moment dat jij van mening bent dat homoseksuelen van een gebouw afgegooid moeten worden, dat vrouwen besneden en vernederd moeten worden, dat mannen meer waard zijn dan vrouwen, dan voldoe je niet aan onze westerse waarden en normen, niet aan onze Nederlandse waarden en normen. En dan is hier geen plek voor je. Maar is het zo dat de moslims allemaal die naar een moskee gaan, dat overal gepredikt wordt? Of moeten we dat ook een beetje nuanceren?
Ja, dus wat ik zo straks ook zei, het gaat zich om het gedrag van de mensen. Wij hebben geen probleem met moslims. Dat heeft ook Geert Wilders letterlijk gezegd. Hij zegt letterlijk, ik heb geen probleem met moslims. Maar we hebben een probleem met de islam als ideologie. En daar zit het verschil. En daar zit ook het probleem. Als je de islam als ideologie aanhangt en je gaat dat uitvoeren en je gaat daarna leven, ja, dan ben je hier wat ons betreft gewoon niet welkom. Maar hoeveel moslims hebben we in Limburg? Oh, dat is een goede vraag, want het CBS houdt statistieken bij. En die tellen alleen de eerste en tweede generatie van de migranten. En hebben heel veel moeite met het daadwerkelijk in kaart brengen van de religie en ideologie van mensen. Dus ik ken die exacte cijfers ken ik niet. Maar het zijn er een behoorlijk aantal inmiddels. Ja. En hoeveel moslims heeft u in uw directe vriendenkring waarvan u zegt, die zijn moslims en die hangen een ideologie aan? Nou, in mijn directe vriendenkring niet. Ik heb medewerkers die zijn van Turkse kom af. Ik heb medewerkers die zijn van andere kom af. Maar die gedragen zich allemaal in Nederland volgens Nederlandse waarden en normen. En dat zijn gewoon Nederlanders. Maar ze zijn ook moslim? Ze zijn ook, zover ik weet, ik vraag daar niet naar. Maar zolang ze zich aan Nederlandse waarden en normen houden, zijn ze Nederlander. En dat is het criteria. Ja, maar snapt u wat ik bedoel? U heeft het over moslims, over ideologie, zeg maar. Hè? En hoeverre is het zo? Want ik ken ook mensen die zijn zelf moslim, een collega van mij zelfs, en ik hoor die in geen enkele bewoordingen iets zeggen waar ik de conclusie uit kan trekken dat die als een ideologie zit. Daar heb ik dat gevoel niet bij. Kunt u zich voorstellen dat er ook mensen zijn, moslims, die dit horen en denken, wacht even, druk mij niet de hoek in. Want het is voor mij geen ideologie. Ik ben net zo moslim als jullie katholiek zijn. Of bent u niet katholiek? Ik ben Rooms-Katholiek inderdaad, van huis uit opgevoed dus, en ook praktiserend. Maar waar het om gaat is, zoals u net al terecht zegt, het gedrag van mensen. En op het moment dat mensen zich hier gedragen volgens onze waarden en normen, dan gedragen ze zich niet volgens een ideologische islam. Dat is het verschil. Heeft u dan wel in beeld hoeveel mensen er in Nederland wonen die moslim zijn, naar een moskee gaan, echte ideologie aanhangen? En in vergelijking met mensen die inderdaad wel moslim zijn en daar de goede dingen uithalen. Uiteindelijk hebben wij in Nederland ook een joods-christelijke achtergrond. Dat beamen jullie ook. En daar staan ook wel eens wat scherpe bewoordingen in de Bijbel waar je misschien niet blij van wordt. Ja, maar er zit wel een heel groot wezenlijk verschil. We hebben een joods-christelijke humanistische achtergrond. En als je kijkt naar het jodendom, het christendom, de humanistische inslag, dan zie je dat daar een helsvertelling in zit. Dat wil zeggen, het Oude Testament, daar staan verhalen in die zijn echt gewoon heel gewelddadig. Maar hoe kun je nog je perceptie op de wereld heel helder en transparant krijgen als je als Geert Wilders eigenlijk moet rondlopen met een kogelvrij vest, met een aantal mensen achter je die met zakken bloed lopen mocht er wat fout gaan. Waarbij er kringen worden georganiseerd zodat mensen beschermd, zodat hij beschermd moet worden. Hoe kun je dan nog iets positiefs over de islam of alles wat extremistisch is, hoe kun je dan nog relativeren? Nou, dat kun je doordat je je laat informeren. Het is voor Geert Wilders heel moeilijk om zo de straat op te gaan. En hij doet het zoveel als hij kan. En dat siert hem. Want met alle bedreigingen die hij dagelijks binnenkrijgt, gaat hij er wel nog steeds en staat hij er. Maar hij praat er ook met mensen. Als je ziet dat in Den Haag, maar ook vandaag in Heerlen, hij met iedereen, ongeacht de kleur, ongeacht geaardheid, ongeacht het geslacht, op de foto gaat, een praatje maakt, dan zie je wel dat hij dat ook daadwerkelijk doet, wat ik net ook zei, zorgen voor die gelijkwaardigheid van mensen. En iedereen die hem wil benaderen, kan hem dan ook benaderen. Alleen, ja goed, hij moet helaas beschermd worden. We zagen het incident van tevoren. En gelukkig is er niemand in gevaar geweest, is het door de politie correct opgelost. Maar je ziet wel dat het moeilijker is. Maar hij blijft zich daarvoor inzetten. En daarnaast laat hij zich continu informeren. Hij laat mensen toe, hij laat mensen naar zich komen, hij praat met mensen, hij gaat een gesprek aan. En dan krijg je toch een goed beeld van zaken. En het is natuurlijk niet zo makkelijk zoals dat voor u en voor mij gaat, dat we even naar buiten kunnen gaan en we gaan naar de supermarkt om de hoek even een brood halen en wat beleg erop. Dat is voor hem zo goed als onmogelijk. Maar binnen de mogelijkheden die hij heeft, doet hij het wel. En daar ben ik heel trots op. En ik vind het fantastisch dat hij na al die jaren beveiliging en na al die, nou ja, volgens mij zijn inmiddels tienduizenden doodsbedreigingen die hij gekregen heeft. Hij heeft ze vaker op Twitter gepost, ik weet niet of hij het gezien heeft, wat hij dan op één dag binnenkrijgt. En dat zijn dan een paar honderd. Ja, hij staat er wel nog steeds. En hij doet het nog steeds. En hij laat zich niet kleineren, hij laat zich niet wegzetten.
Maar ik denk dat het voor hem toch bijna schier onmogelijk is om nog naar de mensen te kijken. Zoals die ene collega van mij, die volgens mij hartstikke geïntegreerd is in 2 jaar tijd. En les geeft en hartstikke goed functioneert. Daar is geen enkele wanklank over te geven. Dan is het toch heel moeilijk voor hem ook naar die mensen te kijken. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat hij juist die mensen waardeert die wat zich inspannen. Dat hij juist die mensen waardeert die hier die wederkerigheid ervaren, die ook geven. Dat hij die mensen waardeert, en zoals hij dat zelf ook heeft gezegd, die wat hier zich gedragen naar onze waarden en normen. En dat heeft hij letterlijk gezegd, en dat vind ik ook heel belangrijk dat dat nog een keer herhaald wordt. Iedereen die hier in Nederland is, die zich naar onze waarden en normen leeft, die heeft de gelijke rechten en plichten als u en ik. Maar die is ook gelijkwaardig aan u en ik. En die mag een opleiding volgen. En die mag een goede baan krijgen. En die mag een goed leven. Hij mag alleen geen moslim zijn. Hij mag moslim zijn, maar wij hebben een probleem met die ideologische islam. Ja, en Inigo staat volgens mij voor de laatste keer met iemand klaar voor tête-à-tête. Even kijken. Ja, Salami Koskoen. Dat klopt inderdaad. Meneer Koskoen, u werkt in Rotterdam. Daar geeft u 3 dagen in de week les. Ja. Ook op vrijdagen? Ook op vrijdagen? Nee. Maandag, dinsdag, woensdag. Maar ik zal je mijn rooster even toesturen. Oké. Okay. Ik vraag het omdat we op vrijdag natuurlijk de Statendagen hebben. En in Limburg zijn in ieder geval de afgelopen jaren de Statenleden relatief weinig komen opdagen. Ja. En Denk ziet daarnaast, als ik dat goed zo verwoord, ook de Provinciale Staten een beetje als bijvangst van de Eerste Kamer. U ook? Nou, dit is een vreemd vraag. Dat is een aanname. Dat staat nergens. We hebben dat nergens geconstateerd en nergens ook verteld. Ik ben het er mee eens, of niet? Het is geen bijvangst. Het gaat om de provincie. Maar het is mooi dat de provincie de Eerste Kamer kan kiezen. Maar ik wil toch een punt maken. Kijk, we hebben te weinig mensen in de politiek. Het is heel moeilijk om mensen te vinden om nog politiek actief te maken. En dan gaan we ook nog eens een probleem maken als mensen 1 of 2 keer afwezig zijn. Als mijn vrouw thuis ligt en mijn kind ziek is, sorry, dan sla ik 1 vergadering over. Dan is alles belangrijk. Maar voor wij zijn ook mensen die 7, 8 vergaderingen hebben over. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je net sprak iemand van een andere partij aan de vorige uitzendingen. Toen zei je, ja, die is maar 1 keer afwezig geweest in die 4 jaar. Mensen, we leveren een bijdrage voor deze samenleving. Ik probeer dat vanuit mijn perspectief te doen. Ik zal er altijd zijn voor de burger. Mijn telefoon staat altijd aan. Iedereen mag me altijd bereiken. Maar ik ben ook een mens. En soms ben ik ziek. En soms is er dit aan de hand. En soms is er dat aan de hand. Maar je bent van plan om iedere keer te komen bij de staat. Zeker. Daarvoor ga je ook. Daarvoor ga je ook. Laten we daarvoor gaan. Oké. Okay. Ja. Denk heeft een achterban die toch vaak zit bij de niet-westerse, of mensen met de niet-westerse migratieachtergrond. Die hebben wij in Limburg relatief weinig ten opzichte van bijvoorbeeld de randsteden. Verwacht u erin te komen? De interessante vraag is dat u denkt dat Denk een achterban heeft van niet-westerse achtergrond. Dan vraag ik u, welke onderzoek heeft u naar aanleiding van de Denk-achterban gedaan om dit te kunnen constateren? Het gaat in essentie hierom. Kijk, Limburg verandert. We krijgen steeds meer arbeidsmigranten erbij. We krijgen steeds meer nieuwe mensen bij. En daar hoort bij dat er een nieuwe partij moet zijn die naar de toekomst niet kijkt. Zoals de PVV of de FVD angstig naar de toekomst gaat kijken. Wij zeggen die toekomst is mooi. Die kleur en diversiteit is mooi. Laten we dat omarmen. En iedereen die zich in die lijn kan toevoegen, die is van harte welkom bij ons. Maakt niet uit wat je afkomst, etniciteit, kleur, geaardheid ook is. Wij gaan bij Denk, mag je zijn wie je wilt zijn. Dat is het verhaal. Oké. Okay. Morgen zijn de verkiezingen. Als mensen morgen in het stemhokje staan, wat moeten ze dan van u onthouden? Als je niet wil dat CDA, FVD, PVV en een rechtsxenofobe agenda willen toepassen de komende 4 jaar, stem dan op Denk. Oké, okay, dankjewel. Succes morgen. Ja, dankjewel Inigo. Dit was jouw laatste bijdrage voor deze uitzending. En Peggy zit klaar en die peilt de mening. En of dat misschien veranderd is. Want volgens mij de laatste keer dat u haar vraag stelde, toen was ze nog fan van Melat Kouistani. Is dat veranderd? Nou ja, ik heb een beetje opgelet op de commentaren en ik vrees van niet. Nee, dat is niet gelukt. Wat ik wel even wil benadrukken is dat onze politiek net zo divers is als onze samenleving hier in Limburg. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Mijn mening is inmiddels na 3 afleveringen gelukkig wel duidelijk. Net zoals hopelijk die van u. Ineke, in 93 ben je vanuit Brabant naar Limburg gekomen. Wat maakt Limburg nou zo mooi? De omgeving, de cultuur en het fijne wonen. Moet ik toch eerlijk toegeven. Ja,
Ja, we hebben heel veel uitdagingen gehoord in de afgelopen 3 uitzendingen. De zorg, de bereikbaarheid, de woningbouw, de landbouw, de economie. Er is nog heel veel werk te verrichten, maar Limburg is mooi genoeg om ons daarvoor in te zetten, toch? Helemaal, zeker. We gaan er vol voor. Zo is dat. Dankjewel, Ineke. En wat u ook doet, ga vooral stemmen, want uw stem heeft u niet voor niets. Klopt, dat is een bus, Peggy. En ik vind het bijzonder dat wij dit hebben kunnen doen. Want dit is een samenwerking tussen Omroep PNM en Omroep Vendraai. En ik wil ook de politici van harte bedanken. Want ik hoop dat wij het de kiezer een stukje makkelijker hebben gemaakt. En ik hoop ook dat wij erin zijn geslaagd om de onderwerpen niet landelijk te maken, maar regionaal en zelfs lokaal. Zodat u straks weet, want u moet wel gaan stemmen, op wie u gaat stemmen. Dank voor het kijken en heel veel succes morgen. Thank you.